ja. Lekker ding. En vandaag bestaan we officieel 3 jaar! Nou dames en heren, vandaag bestaan wij officieel 3 jaar alweer. Daarom hebben we hoeden op. Ja. Ja, heb jij doe jij dat ook? Hoe ik er weer bestaan? Ik doe gewoon omdat jij het doet. Oh ja. Ik doe het omdat hij het doet, hij doet het voor 3 jaar. Daarom hebben we hoeden op. Ja. Dat is mijn vader ook weer. Hoi. Nou, we bestaan gewoon officieel 3 jaar. Nou, oké, jongens. Officieel na 3 lange jaren hebben wij dit verwacht. Elke zaterdag geüpload. Er is nog een paar andere door de week, zelf natuurlijk wel eens. Ja. Voor de rest, het nieuwe seizoen gaat in. Volgende week nieuwe seizoen, stoppertje. En nu het nieuwe seizoen bij Electric Soup. Begint officieel nu. Leuk. Ja, dus ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. Ik wel, ja. Ja, jij hebt nog een aankondiging. Ik heb inderdaad nog een aankondiging, inderdaad. Dit seizoen is het laatste seizoen dat ik als presentator met dit kanaal ga doen. Binnen dit kanaal gaat het natuurlijk wel veranderen. Maar dan denk je misschien, gaat Christian het hele kanaal alleen runnen? Nou, dat willen we natuurlijk niet. Uiteindelijk willen wij, want Tim, dit is Tim's laatste seizoen. Dus bij de laatste serie van dit seizoen komt er een auditieronde. Maar je kan je nu alvast voor de auditie opgeven. Bijvoorbeeld voor de beschrijving. In de link, hier staat ook trouwens een heel aanmeldformulier. Kan je hem ook opgeven. Dan kan je in mijn DM opgeven, overal. En dan kan je auditie doen bij ons om permanent presentator te worden binnen ons kanaal. We zijn natuurlijk wel, zodra je presentator bent, zijn er natuurlijk wel verwachtingen. Ja, je moet wel goed kunnen doen, maar ja, dat zie je in de auditie. Dat gaan wij twee uitzoeken in de auditie. Tim is daar in ieder geval wel bij de auditieronde. Dat is mijn waarschijnlijk laatste serie die ik doe. Ja, dat is jouw laatste serie. De allerlaatste keer dat ik echt op dit kanaal in een video echt te zien ben. Misschien later nog wel. Tenzij ik moet invallen ergens een keer. Nee, maar misschien ook nog wel een keer als we gewoon voor de grap video maken. Misschien. Dat voor jou. Dit is de laatste echte serie die ik meedoe. Ja. Ja, klopt. Dus dit is de allerlaatste serie dat Tim echt zelf meedoet. En we gaan er gewoon lekker van genieten. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vonden. Wij zijn in ieder geval echt fucking blij dat wij nu officieel kunnen zeggen dat we 3 jaar bestaan. En ik sta het echt uit de grond van mijn hart te spreken dat we het gewoon door jullie hebben gehaald. Door jullie support en steun. Dit is ook het laatste seizoen van Tim. We hebben hele leuke beelden van Tim. Het was hartstikke leuk binnen het kanaal. En kijk, het is natuurlijk jammer, maar we respecteren het wel. Laatste zoek stopje zit ook voor Tim. Dat hij nu gaat spelen als volgende week op stopje met Tim nog online. En voor de rest, ik heb er heel erg van genoten om alles op te nemen. En ik voel er zo heel van. We gaan hele leuke series maken. Ik kan nog niet veel zeggen, want anders is het hartstikke voorbij. Maar het komt er in ieder geval wel. We zijn heel hard bezig geweest om de laatste maanden gewoon heel veel content te ontwerpen met jou voor jullie. En ja, we gaan in ieder geval wel 2 keer per week uploaden, maar we willen het kwalitatief hoog houden. Daarom, want we hebben meer kwantiteit. En daarom gaan we gewoon meer uploaden. Dus we gaan in ieder geval ons best doen voor jullie om meer te gaan uploaden. De hashtag eigenlijk 1 keer minder, maar... Ja, of minder. Maar alles kwalitatief hoog. Beter te uploaden. Beter te uploaden. Kwalitatief hoger te doen. En ja, voor de rest, ik ben in ieder geval heel blij. Ik geniet hier nog wel van en ik blijf nog wel binnen het kanaal. En ik, als jij binnenkort naast me wilt staan, geef je dan even op een auditie. Ja. Dus ja, en het zou me benieuwen wat er uiteindelijk uitkomt en wie de nieuwe presentator wordt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik hoop jullie ook. En we gaan straks lekker feesten. Ik ga naar de kroeg straks. Dan zie ik dat ik 4 jaar bestaan. Mee? Ik denk 4 of 3 aan elkaar. Nou, doe jij dan mee eentje? Ik ben thuis dan. Thuis. Oké, dan gaan we thuis doen. Nee, jij maar. Ja. Ja, ik zou het langs de zijland in lijntje kijken hoe jij. Als ik nog meer wat moest zeggen.
aankondigingen zo gedaan. Ja, dat is echt gedaan, ja, dus. Tot volgende week bij mijn nieuwe Soep over Stoppertje. Zin in. Ja. Nou, je mag wel iets geks doen, man. Hek, zeg je? Ja. Vangen! Bijna. Ja, alleen de onderkant zit er dan net niet op, maar je ziet een beetje als je kop er al aan het doen bent. Staat goed voor een shot. Vinden de kijkers waarschijnlijk ook echt super leuk dat je dit hebt gedaan. Ik ben er even blij mee. Ja, ik zou een flip hebben gedaan, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Nou, dames en heren, wij zijn heel erg blij. Wij gaan nog even zuipen en tot volgende week. Later. Later. 3 jaar alweer. 3 jaar. Dat ik nog leef. Vond je het video leuk? Moet je een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Volg Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Druk ook op belletjes, zodat je geen enkele oproep mist. Laat een reactie achter wat je ervan vond. En deel het met iedereen die je kent. Word uit mond. Dat doe ik inderdaad. Ja, druk word uit je mond. Zo, eruit. Zo, eruit. Ik zit er zo uit. Ik ga dood. Ga je dood? 911. Ik kom maar terug, we zitten hier in Nederland, want het is een EFP. Oh ja, klopt. Ja. Nou, tot volgende week. Later. En laat weten of je shit hebt een nieuw soepspoppetje. Ik niet. Nee, grapje.